vandaag wordt de droge tijd campagne gelanceerd. Waarom hier helemaal op Noord? Nou, het is droge tijd inmiddels in Suriname. Deze periode begint in september ongeveer. En waarom in Noord? Nou, vooral Noord staat bekend. We hebben de afgelopen jaren gigantische grasbranden hier gehad. Met enorme rookontwikkeling tot ver in het centrum van Paramaribo. En ik heb gezegd, nou man, dit is nog Camoro. Dit gaan we niet meer toestaan. Dus dit jaar gaan we het anders doen. We zijn hier omdat wij gaan launchen een nieuwe periode in Suriname. En dat heeft alles te maken met preventie. Preventie als het gaat om het opzettelijk in brand steken van erfvuil. Als het gaat om het opzettelijk in brand steken van verkavelingsprojecten hier achter mij. En als het gaat om onzorgvuldig en onverantwoordelijk omgaan met vuil. U moet weten dat er jaarlijks ongeveer 1500 tot 2000 gras- en vuilverbrandingen plaatsvinden, landelijk. En er zijn ook bepaalde posten die een piekmoment hebben, dat die post per dag 15 keren naar een zo'n grasbrand of vuilverbranding moet uitrukken. Een groot deel van deze branden wordt al dan niet moedwillig aangestoken. Het is algemeen bekend dat als u vuil verbrandt, dat het gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En een van de belangrijkste gezondheidsrisico's is dat rook uw longen zal aantasten. En wat we veelal verbranden zijn niet alleen maar bladeren of takken, maar veelal ook plastic, banden en allerhande andere stoffen. En daarbij komen giftige stoffen vrij en die zullen de gemeenschap hun gezondheid ondermijnen. We kennen de vele vormen van kanker, maar ook longaandoeningen. Voor de rest mag ik u meegeven dat het bijzonder asociaal is als je hier een brandje steekt en dat je tot in het centrum waar ik zelf woon op balkon daar last van hebt. U kunt als inwoner van die buurten uw was niet meer ophangen. U kunt niet meer buiten zitten. Uw kinderen kunnen niet meer buiten spelen. Dus dit is een asociale daad. Is een annationale opstelling. Het zal niet bij een waarschuwing blijven. Er is genoeg gewaarschuwd. Met de wet in de hand zal ik op blijven treden. En alle wetovertreders zullen aangepakt worden. Laat het duidelijk gezegd worden. Er zullen boetes uitgedeeld worden. En eventueel hechtenis enzovoorts. U moet weten dat voor uzelf geen gras of vuil verbrandt. En als u weet en ziet dat anderen het willen doen of gaan doen, moeten jullie deze mensen overtuigen om het niet te doen. Gras- en vuilverbrandingen gelijk doorgeven aan de brandweer, aan de politie. Al ondervind je zelf geen last ervan. Het Korps Brandweer Suriname zal in deze periode zichtbaar zijn. Vooral in de gebieden waar er vaker meldingen zijn van gras- en vuilverbrandingen. De brandweer heeft nu een bikersunit. De bikers zullen worden ingezet voor preventiewerkzaamheden. En voor community safety. Huis aan huis. Bij deze zeg ik de brandweer toe. Dat zij van het commissariaat zullen krijgen. Een drone. En met een drone kunnen wij het gebied vanuit de lucht. Vanuit de lucht kunnen we dat bewaken. Dat betekent mensen dat als u overgaat tot verbranden, dat we bewijs hebben. Dus u moet niet zeggen, nou een zwerver, lid afaya. Daar trap ik niet meer in. En de projectontwikkelaars zijn ook gewaarschuwd. Als u een project hier ontwikkelt, bent u verantwoordelijk. U moet me niet zeggen, nou een zwerver kon drapen. Als u ontwikkelt, moet u een wachter zetten dat er geen zwerver komt.
Dus als er een brand komt op een verkavelingsproject, de mensen gaan instaan voor de kosten. Stop met het verbranden van vuil. Als u erfvuil heeft, laat het gescheiden opgehaald worden. Plastic apart, flessen apart en alle andere spullen apart. Maar erfvuil, bladeren, takken, dat doe ik zelf ook. Daar kunt u compost van maken. U kunt het achterop het erf zetten, afdekken met zand. En dat wordt dat mest voor uw planten. Dus u verliest geld om het te verbranden. En bovendien, als u gaat verbranden, dan brengt u onnodig extra CO2 in de lucht. Glow TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है देखिए इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से बॉलीवुड का तमाम चैनल से जिस तरह से बी फॉर यू है सोनी एशिया टीवी यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्रो टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का हो क्रो टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरिनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्रो टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारीख नंबर है 0031 685 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 0685 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए If corruption no bonde, I bafu side mi bongwe.